de ovulatietest. Zo voelde het eigenlijk voor mij. Ja, dat ik dus toen zwanger was en dat het mislukt is. Wow. Oké, het is maandag, de dag van de echo. En over, ik denk 10 minuutjes of zo ga ik hier weg. Ik ben zo zenuwachtig. Oh mijn hemel, het is echt niet normaal. Ik heb echt een beetje buikpijn van de zenuwen. Of ik heb buikpijn om andere redenen, ik weet niet. Ik had vandaag ook een heel klein beetje bloedverlies. Dus dat vond ik ook niet zo'n lekkere timing. Ik weet niet, ik ben gewoon zo zenuwachtig en bang dat er niks is. En ik heb donderdag bloed laten prikken om te kijken of ik voedingsstoffen tekort kom. Omdat ik grotendeels veganistisch eet. En ik heb dus een B12 tekort en een D3 tekort. En de huisarts zou me er vandaag over bellen. En ze heeft nog steeds niet gebeld. En ik moet over 10 minuutjes of zo weg. Super irritant. En ook wel een belangrijk telefoontje. Want ik wil gewoon weten wat ik nu moet doen. En hoe erg het allemaal is. En ik ben zo zenuwachtig. Dus het volgende shot is denk ik dat ik of heel blij ben. Of heel verdrietig. Of misschien nog wel iets ertussenin. Dat zou ook nog wel kunnen als het een beetje onduidelijk is nog. Omdat het best wel vroeg is. Ik word gek. Ja, het is een dag later. En het was niet goed. Het duurde best wel lang. Ze vond bij de echo al vrij snel een dooierzak. En dat was allemaal goed. Maar ze kon niet zo snel de baby vinden. En uiteindelijk toen vroeg ze of ik last van bloeding had gehad. En toen wist ik al, dit is niet goed. Ja, ze kon wel zien dat het hartje heeft geklopt. Maar het is ongeveer anderhalve week geleden gestopt met kloppen. En het zit wel nog in mij. Dus dat moet er nog uit. En ik hoop heel erg dat dat vanzelf gaat. En dat het makkelijk gaat en dat er verder geen gedoe komt. Want in zo'n nasleep heb ik nu niet echt behoefte aan. Ik ben vanochtend wel naar school gegaan. Ik moest eigenlijk maar 1 uurtje lesgeven en verder vielen al mijn lessen uit doordat het een toneelstuk was. Ik ben daar één uurtje les gegeven. Ik ben bij dat toneelstuk bezig kijken en daar ben ik naar huis gegaan. Joren heeft niet gewerkt, maar die is nu even met vrienden. En het is echt best wel lastig. Ik vind het heel lastig dat we zo moeten schakelen. Dat we een beetje een idee hadden hoe de komende 8 maanden eruit zouden zien. Volgende week gaan we kamperen en dan zou ik zwanger zijn. En we zouden... In de zomer ben ik jarig en dan zou ik zwanger zijn. In de zomer heb ik een bruiloft en dan zou ik zwanger zijn. Ja, dat vind ik nu wel echt heel lastig. Dat ik weer helemaal opnieuw even moet... Ja, dat ik gewoon moet schakelen. En ik vind het ook echt wel lastig dat ik 3 weken door de school heb gelopen met een super groot, leuk geheim. En langs collega's gelopen, leuke leerlingen les gegeven en gedacht, ik heb zo'n groot geheim en ik ga het over een paar weken met jullie delen. En daar heb ik zoveel zin in. En nu was ik op school en er was geen geheim meer. Er was gewoon niks. Ik vind het ook wel heel moeilijk dat ik... ik heb het 1 week heb ik me heel veel zorgen gemaakt en 1 week heb ik meer los kunnen laten. En ik heb op een gegeven moment een moment gehad dat ik opeens het gevoel had... Ik voelde opeens een leegte in mijn buik. Niet dat ik daarvoor per se iets voelde, maar ik had opeens een leeg gevoel. En dat was volgens mij ongeveer 1,5 week geleden toen het hartje is gestopt met kloppen. Dus het kan wel... echt zo zijn dat ik gewoon het moment dat het hartje is gestopt met kloppen, dat ik dat heb gevoeld. En dat vind ik best wel heftig, dat ik dat misschien gewoon gevoeld heb. We hebben ook wel de echo meegekregen, dus dit is het. En de vrouw van de echo was heel lief. Maar dat was ook wel juist wel weer lastig. Ik dacht eigenlijk, ik wil nu gewoon weg. Het is echt wel heel moeilijk. En wat ik ook wel echt heel moeilijk vind, is... Ja, ik keek er ook zo naar uit om het iedereen te vertellen. En nu is er niks meer te vertellen. Of ik ga ze het wel vertellen, dat het er was en nu niet meer. Dat weet ik nog niet.
We hebben natuurlijk iedereen die het al wist, hebben het nu ook wel verteld. En iedereen is heel lief, dus dat is heel fijn. Maar wat ik ook echt heel erg moeilijk vind, is dat elke grote levensbeslissing die Joran en ik maken, gebeurt gewoon niet. Daar steekt de wereld weer een stokje voor. Weet je, Joran die vroeg me ten huwelijk en we gingen een super leuke, mooie grote bruiloft plannen. Toen ging het niet door, want er was een pandemie. En dit jaar gaat het weer niet door, want nog steeds een pandemie. En we wilden een huis kopen en weg uit dit veel te kleine, stomme appartementje. En nou ja, de huizenmarkt is nu gestoord. En welke stap we ook zetten, we hebben heel lang moeten wachten tot Joran een vast contract kreeg. Of nou ja, niet eens een vast contract, maar een contract waar we iets aan hadden op zijn werk. Joran had eerst een andere baan waarmee we dan misschien een huis konden kopen. Daar werd hij weer. Daar kwam hij niet door zijn proeftijd heen. Ook weer door corona, omdat ze gewoon niet zoveel mensen nodig hadden. Toen hebben we op een gegeven moment weer andere dingen bedacht. Waardoor het makkelijker zou zijn voor ons om een huis te kopen. En al die dingen. We hebben alles wat tegen kan zitten, zit tegen. En we zijn nu, weet ik veel, hoeveel maanden verder. We kunnen nog steeds geen huizen zoeken. We zijn nog steeds aan het wachten op instanties en bedrijven. En dingen die dingen moeten doen. Dat werkt ook elke keer allemaal niet. Maar het maakte niet uit. Want ik was zwanger. En er was dus blijkbaar één ding dat wel lukte. En nu is dat dus ook weer niet gelukt. Het is echt zoveel tegenslagen. Op de grote dingen die wij graag willen. Waarmee wij verder willen in ons leven. En ik weet dat het niet handig is om een bruiloft te hebben als je een baby hebt. En ik weet dat het niet handig is om zwanger te zijn als je nog niet een huis hebt waarin je voor een baby kan zorgen. Maar weet je, ik dacht, dat zien we dan allemaal wel. Ik was gewoon zo blij. En nu, ja. Nu zit het nog steeds in me, maar is er niet meer. Ik leef niet meer. En dat is wel echt even heel lastig. En ik ben echt best wel bang dat het niet gewoon makkelijk eruit gaat. Ik wil gewoon nu wil ik het dat het ook klaar is. Dus morgen gaat de kraam, de verloskundige ook weer bellen. En volgens mij kan ik er ook op een gegeven moment wel voor kiezen om medicatie te krijgen. Zodat de baby wat sneller weggaat. Het vruchtje, ik weet het allemaal niet. Dus misschien dat ik dat maar moet doen. Maar dat weet ik nu nog even niet. Dus dat is onze update. Het is even niet zo leuk. En ik hoop dat we snel beter nieuws hebben. Goed, en dan krijg je te horen dat het hartje niet klopt. En dan? Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die nog nooit van een miskraam gehoord hebben. Maar ik had mezelf nooit gerealiseerd, ja, hoe dat in zijn werk gaat. Je kan natuurlijk een miskraam hebben dat je lichaam het zelf doet. Dus misschien voordat je een echo hebt gehad, dat je al heel veel bloed gaat verliezen. Dat je lichaam het vruchtje afstoot en dat het niet levensvatbaar is. Maar het kan ook zo zijn dat je bij een echo hoort dat het hartje niet klopt. En dan heb je dus eigenlijk nog geen miskraam gehad. Maar er moet wel iets gebeuren, want het zit er wel nog en het moet er wel uit. En ik had me niet gerealiseerd wat er allemaal bij komt kijken. En daarom lijkt het me zinnig om dit aan jullie uit te leggen. Wat ik ten eerste had gedacht is, ik was zwanger. Dus ik was aangemeld bij een verloskundige praktijk. Op het moment dat het hartje niet meer klopt, dacht ik, ja, dan zeg ik dat tegen mijn verloskundige praktijk. En dan is het, doei, jij bent niet meer zwanger, dus zoek het uit. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want in zekere zin was ik nog zwanger. Zolang mijn lichaam het vruchtje niet had afgesloten, dacht mijn lichaam nog dat ik zwanger was. En het moet er natuurlijk wel uit. En daarom bleven eigenlijk de verloskundigen mij bellen en contact met me houden en praten hoe het ging. En over de vervolgstappen praten. En dat was echt heel erg fijn. Dus realiseer je als je dat gebeurt dat je wel nog steeds eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk nog steeds mensen die je helpen daarbij. Maar het is natuurlijk heel vervelend en heel verdrietig om bij een echo te horen dat je geen kloppend hartje hebt. En dat het vruchtje ook is gestopt met groeien en dat er ook geen kloppend hartje zal komen. Maar dan is het dus nog niet klaar, omdat het er nog uit moet. En dat kan je lichaam vanzelf doen, maar daar kun je ook hulpmiddelen voor nodig hebben.
Nou, daar ga ik later nog wat meer over uitleggen. Maar het leek mij goed om eventjes dat te benoemen. Omdat ik altijd dacht aan een miskraam. En dacht ik, oké, dan is je kindje dood. Klaar. Maar ja, als het er nog zit, dan moet het er wel uit. Dat kan echt wel een nasleep hebben. Dus dat hoeft helemaal niet. En voor heel veel vrouwen heeft dat niet per se een lichamelijke nasleep. Maar voor veel vrouwen ook wel. Oké, we zijn inmiddels een paar dagen later. En Joren en ik hebben eigenlijk de rest van de week vrijgenomen. We zijn niet meer gaan werken, omdat we echt even de tijd wilden nemen om het te verwerken. En het gaat al wel een stuk beter mentaal. Maar het gaat fysiek vandaag niet zo lekker. Ik had ook vannacht menstruatiekrampen. Tenminste, die voelen als menstruatiekrampen. En ik had een beetje bloedverlies. Dus ik dacht, oké, het gaat gebeuren. Mijn lichaam is het aan het afstoten. En eigenlijk het aan het schoonmaken. Maar menstruatiekrampen zijn ook weer weg. En het bloedverlies is ook vandaag nu weer afgenomen. En dat is eigenlijk ook alleen maar heel oud bloed. Dus dat is ook niet wat het echt is. Het moet uiteindelijk echt wat helder rood bloed zijn. Ik heb heel veel hoofdpijn. Heel moe. Oh ja, want... ik had besloten om dus af te wachten. Ik heb gelezen over de dingen die je kan doen. De miskraam op te wekken, zeg maar. En ik las het en alles in mij riep, dit wil ik niet. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik dus afwachten, dat is duidelijk. We gaan morgen een paar dagen kamperen. En ik ben nu vrij bang dat het daar gaat gebeuren, wat ik niet wil. Maar we kamperen wel heel erg in de buurt van waar mijn ouders wonen. Dus ik denk als het misgaat, dat ik gewoon naar mijn ouders huis wil. Dat is dan, daar zijn we dan zo. Dus dat, we zijn aan het afwachten. Maar mijn vakantie is nu begonnen. En ik wil wel echt dat het, als mijn vakantie voorbij is, dan wil ik hiermee klaar zijn. Ik wil niet na mijn vakantie gaan werken en het nog steeds in mij hebben. En nog steeds denken, oh jee, wat nou als het misgaat, waar ik aan het lesgeven ben of zo. Dus dat is nu de stand van zaken. Het kan ook zijn dat alles wat ik nu voel, een beetje misselijk en hoofdpijn, dat kunnen ook gewoon nog zwangerschapssymptomen zijn. Omdat mijn lichaam nog niet doorheeft dat ik niet meer zwanger ben. Ik moet nu de tafel dekken, want we gaan Johan en friet aan het halen. Oké, we zijn weer een paar dagen verder. Terug van het kampeertripje. En er is eigenlijk niks boeiends gebeurd. We gingen zaterdag weg en ik had zaterdag wel echt last van buikpijn. Oh. En een beetje bloedverlies gehad. Maar daarna heb ik helemaal geen buikpijn meer gehad. Maar ik heb wel elke dag bloedverlies. Maar het wel nog steeds heel weinig. Echt niks boeiends. Ik kan gewoon met één maandverbandje de hele dag doen. In principe, zeg maar, qua bloedverlies. En het is ook nog steeds oud bloed. En ik werd een beetje ongeduldig, merkte ik. Want het ging gewoon ook met het kampeertripje. Ik voelde me gewoon best wel goed. En we hebben nu eigenlijk, ik denk, afscheid genomen van het idee dat ik zwanger ben. En afscheid genomen van het kindje. En het ook wel verwerkt, denk ik. Maar het zit er wel nog. Dus ik merkte dat ik echt een beetje ongeduldig werd. En dacht, ik wil eigenlijk vooruitkijken. Ik wil gewoon eigenlijk zo snel mogelijk weer zwanger zijn. En dat het gewoon wel werkt en dat we daar ons lekker mee bezig kunnen houden. Maar dat kan nu dus niet, omdat het kindje nog in mijn buik zit. En vandaag zou de verloskundige weer bellen, dus ik heb dat doorgegeven. En daarbij gaf ik ook, dus ze zei van oké, dus het zit je nu een beetje in de weg. En hoe denk je dan over de middelen waarmee je het kan in gang kan zetten? En zei ik dat ik het nog steeds niet zo goed wist, maar dat ik wel wist dat ik nog anderhalve week mijn vakantie heb en dat ik er daarna gewoon klaar mee wil zijn. Dus dat het misschien, dat ik zei, ja, ik weet niet hoe lang dat allemaal duurt. En toen zei ze, ja, dan is het toch wel slim om nu een afspraak te maken bij de gynaecoloog. Want het kan best wel weer een paar dagen duren voordat je daar terecht kan. En dan kan de eerste kuur, dat kan wel iets van 2 dagen duren voordat het heeft gewerkt. En als het na 2 dagen niks heeft gedaan, dan moet je weer een nieuwe kuur. En pas als dat niet heeft gewerkt, dan ga je waarschijnlijk voor het woord dat ik niet uit kan spreken, curettage. Met echt het uitzuigen, dat is echt een operatie. Dus ze zei, ja, dan kunnen we wel nu het beste die afspraak maken. En toen kon ik eigenlijk al meteen morgenochtend terecht. Dus ik ga morgenochtend naar het ziekenhuis. Ja, dan krijg ik tabletten mee. Heb ik ze maar gewoon alvast in huis. Ik hoef ze niet meteen te gebruiken. En dat ga ik ook niet doen. Het is vandaag woensdag. En ik heb donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag alle dagen afspraken staan. Dus het gaat gewoon niet voor volgende week gebeuren. Maar dan heb ik wel alvast al de tabletten. En dan kan ik er volgende week mee aan de slag. Als het dan nog niet natuurlijk op gang is gekomen. Dus dat is een beetje het idee. Nou, ik denk dat wat voor mij... Maar ik denk ook voor jou, wat ons denk ik heel goed heeft geholpen bij een beetje het verwerken van het slechte nieuws, is dat we eigenlijk wel met heel veel mensen erover gepraat hebben.
En we hadden het al best wel veel mensen verteld natuurlijk dat ik zwanger was. Dus die mensen moesten we sowieso zeggen dat, ja, dat het mis was gegaan. Maar uiteindelijk hebben we er ook wel voor gekozen om het mensen die het nog niet wisten te vertellen. En ik denk dat dat wel heel erg heeft geholpen bij het verwerken eigenlijk. En wat mij heel erg heeft verbaasd is hoe lief mensen reageerden. En hoe begripvol. Want het is natuurlijk wel, ja, ik bedoel, het zou raar zijn als mensen zouden zeggen, oh grappig. Mensen reageren natuurlijk wel lief. Maar vooral dat begrip had ik niet per se verwacht. Want ik denk als ik een paar jaar geleden was ik nog niet bezig met zwanger worden of wat dan ook. En had ik daar misschien ook niet echt een voorstelling bij. Als toen een vriendin naar mij toe was gekomen en had gezegd, ik heb een miskraam gehad. Dan weet ik oprecht niet of ik zo begripvol had kunnen reageren als mensen nu op ons hebben gereageerd. Want mensen, ik weet niet, ik dacht zelf altijd, ja, als het, weet je, de eerste paar weken gaat het heel vaak. Het is heel normaal dat het dan misgaat, dacht ik dan. Dus ja, je bent toch nog niet echt gewend aan, je weet toch nog niet zeker dat je een kind gaat krijgen. Maar ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo, want je hebt gewoon een positieve test. En je gaat er natuurlijk wel vanuit dat het goed gaat. Ja, sterker nog, je moet er toch ook vanuit gaan dat het goed gaat. Want ja, je moet je leven gaan plannen opeens. Ja. Je moet plannen wat er gaat gebeuren. Dus het is eigenlijk veel heftiger, zo'n miskraam, waarvan ik eerst dacht, oh, dat gebeurt heel vaak, ja, dan ik had verwacht. Maar echt iedereen heeft super begripvol gereageerd. Ja. En was echt super lief. En ja, dat heeft me wel echt verbaasd, maar dat heeft me wel heel erg geholpen. En jou denk ik ook wel. Ja, nee, inderdaad, wat je net al zei, het feit dat we van tevoren al, gewoon toen we nog, weet je wel, toen we nog dachten dat je zwanger was. Ja. Of, nou ja, toen je nog zwanger was, zeg maar. Dat we mensen hadden verteld dat je zwanger was. Dat was ook met het idee van, stel dat we een miskraam hadden, dan hebben we het mensen om mee te delen, zeg maar. En in ieder geval heel erg voor mij werkt het inderdaad heel goed. Dat iedere keer dat je zoiets moet vertellen en moet huilen en moet er doorheen moet komen, zeg maar, is een beetje catharsis. Ja. Ja, dat is wel. Ik zou dat dan denk ik toch altijd wel mensen aanraden als ze zwanger zijn om het toch aan iemand te vertellen. Ja. Want het is toch denk ik minder heftig dan iemand te vertellen dat je zwanger was aan de hand van de miskraam. Het is weer een paar dagen later. En het is tijd voor een update. Als je trouwens op de achtergrond stemmen hoort, Joren is aan het skypen. Ja. Ik had donderdag die afspraak bij de gynaecoloog. En daar was ik achteraf echt een beetje van slag van. Dat had ik helemaal niet verwacht. Die vrouw was echt heel aardig en het was in principe allemaal goed. Maar we moesten gewoon weer even een echo doen om te checken of het er inderdaad nog zat. Er was ook een heel piepklein stemmetje in mij dat zij misschien heeft de vrouw van de echo, van de eerste echo, het verkeerd gezien en leeft het vruchtje nog en gaat ze dat me nu vertellen. Maar dat, ja, die kans was eigenlijk ook heel, heel klein. Eigenlijk was die kans er niet. En dat was dus ook niet zo. En ze had het ook echt meteen gevonden. Die echo duurde echt een minuut. Het was een heel groot verschil met die echo ervoor. Het was ook niet dat dat een heel erge teleurstelling was. Want dat, ja, ik wist het natuurlijk ook eigenlijk wel. Maar toen was het eigenlijk aan mij om de keuze te nemen van hoe gaan we het er dan uitkrijgen. En de keuze is dan tussen tabletten en curettage. Als ik puur en alleen maar op mijn eerste gevoel afga, dan zou curettage voor mij de voorkeur hebben. Wat dat is, dat is een operatie. In veel ziekenhuizen is dat echt een operatie. Het ziekenhuis waar ik was, zou het dan echt een volledige operatie zijn. Volledige narcose. En dan zuigen ze het eruit. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je eigenlijk er niks van merkt. Want je gaat slapen, je wordt wakker, het is klaar. Maar het heeft wel risico's. Het heeft kleine risico's dat je in de komende zwangerschap complicaties kan krijgen. Of dat het moeilijker wordt om zwanger te zijn. Die tabletten hadden niet mijn voorkeur. Ten eerste omdat het is niet dat je het lekker doorslikt en denkt, nou laat maar komen. Maar je brengt het vaginaal in. Dat vind ik al een ding. Dat vind ik gewoon niet heel fijn. Plus dan denk ik ook, ja, doe ik het wel goed? Zit het wel goed? Hoe werkt dit? Ik snap ook helemaal sowieso niet hoe dat dan werkt. Dat het daar zit en dat het dan iets doet. Maar dat vind ik al niet fijn. Maar ook dat je daarna gewoon binnen een half uur krampen kan krijgen. Of je kan binnen een paar uur krampen krijgen. En ik denk, ja, dan moet je dus maar gewoon een beetje gaan afwachten wanneer je opeens heel veel pijn kan krijgen. Sommige vrouwen hebben heel veel pijn. Maar ook heel veel bloedverlies. En
het is gewoon allemaal veel lastiger en ik vind dat gewoon best wel eng. Ik weet niet hoe mijn lichaam gaat reageren. Het is heel erg afwachten. Puur uit angst zou ik het liefst voor de curettage gaan. Maar ik dacht, ja, stel je nou voor dat ik dan bij de volgende zwangerschap of dat we dan daarna problemen krijgen. Dat ik niet meer goed zwanger kan worden omdat ik gewoon bang was voor tabletten. Dat ik daarom voor een operatie was gegaan. Ik dacht, dat vergeef ik mezelf gewoon niet. Dus ik moet er gewoon voor gaan. Je moet soms ook gewoon angsten aangaan. Dus ik heb gekozen voor die tabletten. Het zijn gewoon echt weeopwekkers. Dus dat is heftig. Het wordt gewoon een heel klein soort mini bevallingtje. Het is natuurlijk helemaal geen echte bevalling. Wat eruit moet is ook, weet je, 1 centimeter max. Dus dat is natuurlijk, het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar je kan wel echt weeachtige krampen hebben. Ik val ook wel eens flauw van mezelf. Dat heeft te maken met mijn lage bloeddruk. Verlies ik heel veel bloed, is de kans een stuk groter dat dat ook gebeurt. Weet je, dat is gewoon allemaal heel spannend. En we gaan dat morgen doen. Morgenochtend meteen. Dus morgen is mijn dag dat ik weet. Dan kan ik niks. Misschien valt het hartstikke mee. Maar ja, ik keek er heel erg tegen op donderdag. En daar was ik dus een beetje overstuur van. Dat ik dacht, jemig, weet je, het is al allemaal niet niks, zo'n miskraam. En er komt er ook nog zoveel gezeik bij. En wij hebben het nu emotioneel best wel verwerkt. Alleen zit het er nog. Dat vind ik gewoon heel irritant. En daar zat ik donderdag gewoon een beetje mee. Nu ben ik er best wel relaxed onder. Maar dat is ook omdat ik weet dat er nu, weet je, vandaag is er niks. Morgen komt het. En ik kan me dus wel voorstellen dat ik morgen, zodra ik die tabletten heb ingebracht, dat ik misschien meteen al helemaal panisch wordt. En dat ik ben ook een beetje hypochonder wat dat betreft. Dus vanochtend moest ik ook al een pil slikken. En wel gewoon slikken. Volgens mij zou het mijn baarmoedermond wat weker maken. Om me alvast een beetje erop voor te bereiden. Zodra ik dat had doorgeslikt, denk ik al, oh, ik heb buikpijn. Ook voel dingen. Weet je, ik voel altijd dingen. Maar dat zit gewoon altijd tussen mijn oren. Dus waarschijnlijk ga ik morgen heel veel dingen voelen. Ook dingen die er niet zijn. En dat is spannend. Hopelijk ligt het erna achter ons. Stel je voor dat mijn lichaam het dan niet allemaal eruit heeft kunnen krijgen. Dan moet ik alsnog een curettage. Dus dat zou wel kut zijn. Want dan loop ik alsnog die risico's. Ik heb dan dus over 2 weken een echo om te checken of alles schoon is. Dat is gewoon echt mijn hoop. Ik heb liever morgen een vreselijke dag met vreselijk veel krampen. Vreselijk veel bloedverlies. Desnoods dat we naar het ziekenhuis moeten omdat ik zoveel bloedverlies heb. Als ik maar dan over 2 weken hoor. Je bent schoon en er is al een nieuwe cyclus begonnen. En je kan er weer tegenaan. Dat is nu echt de hoop en mijn focus. Want ik wil gewoon alleen maar opnieuw zwanger zijn. En dat het nu, dat het dan wel lukt. Dat is het enige wat ik wil.